Hallo dames en heren, en leuk dat jullie kijken naar deze podcast. Vandaag hebben we een paar vragen die we al hun gaan stellen. En ik zou zeggen, laten we beginnen. Oké, ho. Even een quick break. Ik heb me eigenlijk zelf nog niet echt voorgesteld sinds ik op dit kanaal begonnen ben. Mijn naam is Rianne. En jullie hebben mij in een vorige video gezien met de Q&A samen met Hidde. En de video's die online staan van de trailer. Nog een trailer. En die zijn allemaal door mij gemaakt. En de komende video's die edit ik ook. En verder film ik ook bijna alle dingetjes. Iedereen helpt elkaar natuurlijk. Dat is juist het leuke van een stationnetje. Alleen dan moest ik er even doorheen gooien voordat mensen denken van, hey, wie ben jij? Dus let's go. Veel plezier met kijken. Wie zijn jullie? Zal ik beginnen? Ja. Nou, ik ben Julia. Ik ben 18 jaar. En ben nu sinds kort hier bij het stationnetje gekomen. Ik woon in Zuisveen. En heb ik al. Wil je nog meer weten van me? Nee, dat is het. Nou, ik ben Hidde. 20 jaar. Ik woon in Suurwoude. En ik ben al sinds januari als jongere bij het stationnetje. En sinds april werk ik als sociaal beheerder bij het stationnetje. Oké. Dus hij is al van het begin bij. En sinds wanneer ben jij hier aangekomen? Ik denk nu dat ik een maandje in contact ben met het stationnetje. En hier nu sinds 2 keer mee geweest. Twee keer. Nou ja, was de kennismaking. Dus. En wat is het doel waarom je hier... Maar ik hier, nou, ik wil graag iets afzetten voor jongeren die eenzaam zijn om nieuwe mensen te leren kennen. En zo ben ik hierbij gekomen om dat op te zetten. Ja, interessant, ook. Ja, lijkt me wel. Lijkt me wel leuk. En gaat het goede kant op? Nou ja, ik ben er 2 keer geweest. Dit is de 3e keer, denk ik. En ja, ik ben wel begonnen, maar het is... Nog niet. Het moet allemaal neergezet worden. Er moet sponsoring, eten, drinken, een plaats. Dus het is best wel veel werk. Ja. Ja. Nou, en Hidde, wat jouw doel? Waarom ben jij hier terechtgekomen? Ja, ik wilde eigenlijk een nieuwe opleiding beginnen. En ik wilde goed, voor mezelf gewoon goed helder hebben welke opleiding ik wilde doen. En onderzoeken wat me leuk leek. Dus met die vraag ben ik hier gekomen. En na een bezoekje aan de open dagen van het Friesepoort, na meegelopen te hebben in het werkveld bij de jongerenwerkers van Keren, ben ik eruit gekomen dat ik graag sociaal werk wil gaan doen op de Friesepoort. En dat, daar ben ik nu voor toegelaten en ik ga beginnen met de 21 plus klas. Dus volwassen onderwijs en dat duurt dan 2 jaar. En dan heb ik een mooi met diploma en dan kan ik aan het werk. Dus dat is mooi. Ja, je bent hier natuurlijk sociaal beheerder. En ja. Heb je daar ook echt iets van geleerd? Nee. Nee? Wat zijn de leukste momenten die jullie tot nu toe nog hier hebben gedaan, zeg maar? Dus wat is het leukste tot nu toe geweest? Ik denk dat jij er daarmee kan beginnen. Ja, bent hier langer. Er zijn heel veel leuke momenten geweest. Maar... ik vond de maandelijkse avonden zijn altijd wel gezellig. Ja. Je organiseert hem 1 keer in de maand en dan kunnen we wat ontspannen en misschien een activiteit hier en daar. Vanavond zelfs? Ja, niet. Vrijwilligers? Ja, vrijwilligers informatieavond. Maar ja, dat is gewoon lekker. Die maandelijkse avonden zijn eigenlijk bedoeld om lekker te ontspannen en, ja. En ook elkaar te leren kennen. Want vaak zitten er iets van 23 jongeren hier in het stationnetje, maar ik denk dat sommigen misschien elkaar nooit hebben gezien. En dan was het juist mooi om op zo'n avond elkaar wel te leren kennen. En misschien denk ik, hey, als die er is, dan kom ik ook weer wel langs. Want dat is wel gezellig. Was de vorige keer gezellig. Dus dat is een beetje de insteek. Staat iedereen op de site dan? Nee, nog wel niet. Nee. En jij bent hier natuurlijk bezig met je eigen project. Mm-hmm. Ja. En wat heeft het stationnetje daar impact op? Dus waar heeft het stationnetje... Nou ja, eigenlijk vooral is het een leuke plek voor mezelf om mensen te leren kennen.
En wat ik merk als ik thuis aan het werk ben, ik bedoel, op zich heb ik het stationnetje niet nodig om het pc op te zetten. Mm-hmm. Alleen als ik thuis aan het werk ben, komt het er niet van. En dit is wel echt een plek waar ik dan ben en dat je denkt van, ja, nu ga ik er ook echt mee bezig, want ik ben hier niet voor niks. Nee. Dus dat is wel voor mij de reden dat ik hier naartoe ben. Dus het heeft je ook wel geholpen om even de eerste stap te zetten, denk ik? Ja. Anders was ik hier niet zo snel begonnen. Dan had ik thuis gezeten en had ik gedacht van, maar we beginnen morgen wel. En dan denk ik de volgende dag, maar nou, de volgende week. Ja, dan is het ben je uiteindelijk maanden verder en dan is er nog steeds niks. Dus ja, ik kom hier nu elke week, tenminste dat probeer ik. En op die manier er wat vaart achter te krijgen. Ja. En wij zeggen eigenlijk altijd van het woordje helpen, dat eigenlijk mag dat niet. Nee. Alleen wat is dan het vervangwoord van het woordje helpen? Het is. Wij helpen de jongeren niet per se of zo. Nee. Zeg maar helpen is een beetje van, het voelt voor ons een beetje toch dingen voorkomen en zo. Dan. Misschien ook alsof je een bepaalde achterstand of zo hebt. Ja. Of alsof je naar een psycholoog gaat. Ja, zo, ja. Zoals jij wil gewoon een project opstarten. Nou ja, eigenlijk. Je niks voor niks voor en door. Ja, op zich, we helpen jou daar wel in, om het zo maar te zeggen, maar eigenlijk. Laten we jou gewoon al het werk doen en zeggen we van hé, wat wil je doen en misschien kunnen wij daar een beetje ondersteunen en misschien wat extra deuren openen om op plekken te komen of mensen te leren kennen die je anders niet had gekend, zeg maar. Dat zijn wel gewoon dingen die wij kunnen bieden en in die zin vinden we helpen gewoon iets te, dit klinkt dan niet, dat klinkt meteen alsof je een probleem hebt en niet iedereen komt er met een probleem. De ene wel, maar de andere ook niet. Dus in die zin is het wat. Nee, in zekere zin lijkt het me dat iedereen welkom is hier. En zeker. Als je nou wel of geen probleem hebt. Van. Zeker, iedereen is welkom. Ja. En eigenlijk elke jongen die hier zeg maar binnenkomt, die krijgt een coach. Zeker. En heb jij een coach? Nog niet. Ik heb nog niks van gehoord. Ik had bijna een coach, maar net niet. Dat was niet. Die moest met haar werk bezig verder weer erin komen. Ja. En voor de rest, ik zal het zien. Ik vind het sowieso wel leuk om bij jullie even te zijn en gewoon even contact te hebben. Ja. En even uit je dagelijkse sleur te gaan. Ja. En daar heb ik misschien niet eens een coach voor nodig. Gewoon, eigenlijk is iedereen als elkaar coach, voel ik wel zo. Ik geloof dat is zeker waar. Ja. Ja. En bij jou? Je hebt eigenlijk niet echt een officiële coach gehad? Nee, niet echt. Nee, op een gegeven moment vroegen ze aan mij van, hey, weet je misschien iemand uit je eigen omgeving? Ken je er iemand die jou misschien wil coachen of wat dan ook? En ik wist zo gauw niet iemand en ik dacht van ja, ik denk dat het gewoon fijner is ook voor mij om gewoon de mensen die ik nu ken, gewoon mooi die relatie te houden hoe het nu is en die per se te betrekken in dit. Dus heb ik gevraagd van, hey, hebben jullie misschien iemand, kennen jullie iemand? Toen zei Danique, onze projectmedewerker, die zei van nou, anders dan word ik bij jou coach. Ik doe het wel. Ja, ik doe het wel, anders toch niet. Dan, nee, eigenlijk liever niet. Uiteindelijk heb je heel veel zelf gedaan. Ja, klopt. Maar ik moet wel zeggen dat ik er wel heel veel aan heb gehad. Want bepaalde dingen had ik misschien anders aangepakt. Of had ik gewoon niet geweten hoe ik dat ging moeten. En dan is het toch handig om gewoon even op je coach te vragen. Gewoon wat raad te plegen van, hey, hoe zou jij dat doen? En 9 van de 10 keer zegt je coach dan van, zoek eens uit hoe je het zou doen en niet alles voorkomen, maar gewoon ook jou lekker aan het werk laten gaan. Dat is misschien nog wel beter dan gewoon iemand gewoon laten doen wat hij doet, maar gewoon een beetje begeleiden, een beetje sturen soms hier en daar. Dat is dat helpt. Maar je bent nu zeg maar sociaal beheerder en was het jouw idee of was het idee van Danique? Iemand anders? Ja, ze kwamen vanuit het stationnetje kwamen ze bij mij van, hey, we hebben iemand nodig als sociaal beheerder. En ik had me al een paar keer laten zien bij gesprekken met kranten, Omroep Friesland en alles. Om gewoon het stationnetje gewoon kenbaar te maken. Toen de opening eraan zat te komen, wilden gewoon kranten met ons praten en hadden ze een jongere nodig om met te praten. Dus toen hebben ze gevraagd of ik dat wilde doen en dat heb ik graag gedaan. En toen kwamen ze op een gegeven moment de vraag van, hey, wil je hier komen werken als sociaal beheerder? Ja. En toen dacht ik wel van, kan dat ook? Dat is dat had ik nooit voor mogelijk gehouden. Zo dacht van, ja, hey, ik kom hier gewoon dat ik een opleiding wil zoeken en
mijn andere doel was ook een beetje om werk te zoeken. Daar hebben ze me gewoon uitstekend in geholpen. Dus ik heb nu gewoon nu werk fulltime. En zo is het een beetje gelopen. Ik heb gewoon een aanbod gekregen en heb ik hartelijk in het vastgehouden. Ja. Nog even bij jou, want je bent hier natuurlijk terechtgekomen. Alleen, hoe ben je eigenlijk achter het stationnetje gekomen? Nou, eigenlijk was ik er mezelf nooit achter gekomen. Nou, mooi wil ik niet zeggen, maar niet snel. Mm-hmm. Ik ben erachter gekomen doordat iemand bij mijn moeder was en die kende weer iemand anders. Die weer iemand die ik kende bij het stationnetje. Dus op die manier ben ik hier terechtgekomen. Dus een beetje via een omweg. Maar ja, via. En ja, toen zei ze, nou, ben ik hier mee met me. En toen zei ik van, ja, dat is prima, lijkt me leuk. En zo ben ik hier terechtgekomen. Maar ik moet zeggen, als ik niet haar had gekend, was het lastig geweest om hier terechtgekomen te komen, denk ik. Ja. Ja, je moet het toch weten, denk ik. Dus... Ja, inderdaad. En je moet ook nog maar... Kijk, het kan wel in de krant staan, maar dat is hartstikke goed, dat moeten ze ook blijven doen. Maar het kan wel in de krant staan, maar de stap om hier naartoe te gaan, bijvoorbeeld voor iemand die bijvoorbeeld, ik woon in Zuidveen, dus dat is ook nog niet heel dichtbij, dan denk je niet van, nou laat ik daar eens even gaan kijken. Mm-hmm. Dan denk je van, oh, zou ik dan eerst een afspraak maken en dat blijft er dan nog. Klopt. De eerste stap is best wel een dingetje, maar dat is voor heel veel mensen zo. Dat was voor mij, nou ja... Ik was er eigenlijk al bij vanaf het begin, zeg maar. Alleen niet hier. Nee. Dus dat was ook een dingetje om dan hier even heen te komen. Om even, ja, we gaan even naartoe. Maar het is wel positief uitgebracht. Ja, en dat voor is. Voor jou ook, ja, denk ik. Ja, tot nu toe wel. En ja, ik ga ervan uit dat het zo blijft. En het geeft gewoon een mogelijkheid. Wat je eigenlijk zei, van dat je gewoon. De mogelijkheid hebt om even anders te denken, om anders te kijken naar iets. Of gewoon iets op te zetten wat je normaal helemaal niet zou doen. En ik zag bijvoorbeeld op de website ook al staan dat één iemand met een band wil beginnen. Klopt. En dat was mijn eerste idee ook. Maar dat heb ik toen uiteindelijk veranderd naar dus jongeren helpen. Mm-hmm. Maar toen las ik dat op de site en dacht van, hey, ik bedoel, het is niet mijn project meer. Mm. Maar wie weet wat eruit komt. Uiteindelijk heb ik hem nog niet gezien, maar... En voor de mensen die kijken, er zullen vast een paar tussen zitten die echt zitten te twijfelen van moet ik dit doen, moet ik dit niet doen, zou je adviseren om erheen te gaan? Je moet gewoon kijken, anders weet je het niet. Ja, gewoon doen. Maar dat is met alles zo, denk ik. Ja. Het is, zeg maar, we zeggen altijd ook tegen iedereen en wat dan ook, kom gewoon een keer langs, drink een bakje koffie, of een glaasje water, of een glaasje oranje, of wat dan ook. Ja. Maak een praatje als het dan niks is. Hele goede vrienden. En als je hier komt en je wilt een intake hebben, maar dan denk je alsnog van oké, dit is het toch niet. Ook goed. Maar ja, ik vind het wel zo van ja, als je het niet probeert, dan ga je nooit echt weten of het gaat werken, ja of nee. En zo ben ik er ook in gekomen en dacht van ja, hey, als het helpt, dan is het mooi meegenomen. En anders dan ben ik gewoon nog steeds waar ik nu ben. En het zal me toch niet veel, veel verkeerd doen. De meeste die hier zijn gekomen, ook voor jou denk ik ook, is dat het wel geholpen heeft. En stel je had het niet gedaan, dat het dan heel anders had kunnen lopen. Ja, ja. Nou ja, je komt, wat voor mij zo is, is dat ik op deze manier met mensen in contact kom. Ook gewoon buiten jullie om, maar gewoon bijvoorbeeld bedrijven. Mm. En dat je dan bijvoorbeeld, ik heb wel het gevoel dat door wat ik wil opzetten, dat ik makkelijker ook in een werkveld terechtkomt, omdat je meer mensen leert kennen en die kent ook wel weer iemand die dan kan zeggen van oh, ik weet nog wel je een baan kan krijgen of zo. Mm-hmm. En zo'n gevoel heb ik wel. Ja. En wat ik ook voor mensen zou zeggen die niet alleen willen komen of zo, neem bijvoorbeeld een vriend of vriendin mee en ga met z'n tweeën. Dat lijkt me niet erg. Nee, zeker niet. Iedereen is welkom. Ja, precies. Je kan ook gewoon binnenkomen en rennen. Dan is die drempel misschien nog wel minder groot, omdat je normaal altijd alleen bent. En als je met een vriend of vriendin komt, dan heb je iemand waar je naartoe terug kan vallen. En ook weer nieuwe. De normale trajecten die hier lopen zijn 12 weken. Ja. En die voor jou duren sowieso langer. Hoe zit dat? Ja, eigenlijk staat het zo van dat
een jongere die voor 12 weken komt met een doel. En die gaat dan 6 uur in de week daarmee bezig. Ja. Maar ja, iemand die weet veel hoeveel uren in de week werkt of naar school gaat en huiswerk moet maken en moet leren voor toetsen, die zal misschien geen 6 uur tijd hebben. Naast ook nog gewoon lekkere vrije tijd om gewoon hier te komen en bezig te gaan met het doel. Dus eigenlijk geldt voor mij en iedereen hier dat het gewoon dat ze ofwel gewoon die 6 uur in de week maken, maar ook wel gewoon soms van hey, ik ga gewoon 3 uur in de week hier komen, dat is haalbaar. Nou ja, dan duurt het traject gewoon 24 weken. Nou ja, dat is niet zo lastig. Het, ja. Alleen maar leuk. Dan blijven de jongeren hier langer, dus langer gezellig. En dan, hoop je. Ja, maar tot nu toe wel. Dus dat scheelt wel. Maar ja, dat is misschien wel waarom je op social media in één keer ziet van hey, maar die was er in het begin al en die zit er nu nog steeds in, maar dat duurt 12 weken. Ja, dan is het... Maar er zijn ook echt mensen bij, zoals Schelten en ik ook. Nou ja, we doen natuurlijk sociaal beheerder nu. Ja, Lineke is net klaar. Ja, en wij willen wel iets blijven doen voor het stationnetje. Ja. Dus die blijven automatisch ook langer. Ja, ik blijf een stage lopen volgend jaar. Dus ja. Dan blijf ik nog langer. Is het ook niet een beetje afhankelijk van wat voor project je hebt en hoe je er zelf in staat? Want ik bedoel, iemand die een kort project heeft, bijvoorbeeld wil een studie vinden. En je hebt je studie gevonden en je blijft nog een poosje. Maar ja, dan ben je misschien met 5 weken al wel klaar. Ja, zou kunnen. Of misschien is dat wel heel kort, maar ik bedoel, het lijkt me ook per persoon verschillen en wat je ook wil. Want Lineke, die heeft bijvoorbeeld voor gepost van ja, ik wil hier wel blijven. Dus ik kan hier huiswerk doen, je kan hier, ook gewoon je huiswerk hier rustig doen in een tokje. Ja. Dus dat is ook een reden om te blijven. Ja, het ene doel duurt nou eenmaal langer dan het andere doel. Ja, en als jij van, stel jouw doel is van nou, ik wil 3 achterhalen voor de komende toetsweek. Ja. Dan duurt de toetsweek een weekje en het leren kan misschien een paar weken duren. Maar als jouw doel is om dat te halen, dan ben je eigenlijk klaar. Maar wanneer je hebt ingeschreven, dan schrijf je vaak in voor 1 doel, misschien 2. Maar ik heb ook zelf gemerkt dat je hier met een doel komt, maar ondertussen denk je van oké, misschien is dit wel leuk om te doen. Nou, dan kom je bij ons, of dan kom je bij een collega en dan zeg je van misschien kunnen we dit een keer doen. Nou, dan zeggen wij van nou, leuk idee. En hoe wil je het gaan doen? En als je het wilt doen, ga het maar regelen. Ja, en dan, zo vrij laten we iedereen ook wel. En zo blijf je ook wel langer. En zo kan het ook zijn dat je gewoon nieuwe dingen leert. En dat is alleen maar mooi meegenomen als je hier toch in één keer bent. Dan gewoon lekker uit de buiten. Gewoon een lang mogelijke en er zoveel mogelijk uit te halen. En dat is alleen maar mooi voor iedereen. Ja, en als jongere moet je meedoen aan 4 activiteiten in je traject. Ja. En we hebben nu het MDT al gehad, we hebben wat meer gehad? We hebben yoga les gehad. Oh ja, yoga les. Kickboksen. Ja. En jij hebt nog niet meegenomen in een activiteit? Nee. We hebben straks de jam sessie, die komt eraan. Maar dat is ook echt als activiteit. Ja, de activiteit was voor ons om iets te organiseren voor een bepaalde doelgroep. En wij hebben iets. We hebben de doelgroep jongeren gekozen. Ja. En we hebben een redelijk aantal muzikale jongeren hier rondlopen. En jongeren die iets willen doen met bedienen of wat dan ook. Dus dan hebben we gedacht van oké, we gaan lekker een jam sessie organiseren. En de meesten hebben een instrument thuis en gaan we hier gewoon lekker zitten in het stationsgebouw. Ja. En dan kan je gewoon binnenlopen en als je denkt van oké, ik heb ook een gitaar, neem hem lekker mee. Dus iedereen die hier wil komen of kan komen tijdens de jam sessie, mag gewoon lekker komen. Neem je instrument mee en anders hebben we hier zelf nog wel wat staan, dan huren we een paar dingetjes. Ja, want deze activiteit was echt voor ons als activiteit om zodat wij het organiseren. Alleen dit is bedoeld voor buitenstaanders, zeg maar. En we hebben straks voor het Veenhuizen. En we hebben een schilderactie en dat is echt voor ons, zeg maar, om onze behoeften te vervullen. Sommige mensen die willen weten wat ze willen doen, daarmee kan je dat dus bekijken in sommige activiteiten, wordt dat duidelijk. Dus ja, iemand nog iets te stellen?
Ik neem het meest wat is gezegd. Dank je wel. Nou, dit was het podcast. Oké, bijna 20 minuten. En ik hoop dat het een beetje duidelijk is van wat we allemaal verteld hebben. En willen jullie nou meer weten over Hidde? Er staat een aparte video van Hidde online. Dat is het verhaal van. En in dit geval Hidde Hartold. En er staat nog een Q&A. Daar worden ook een paar vragen beantwoord. En er komen nog veel meer video's aan. Willen jullie dat nou ook zien? Abonneer dan. Rode knopje. Helemaal gratis. En doe een duimpje omhoog. Reageer op de video. Kijk op de site. Oh ja, dat is hetzelfde. Ja. Instagram. Ja. Stationnetje. Facebook. Twitter. Nee, Twitter niet. Dat is Facebook, LinkedIn. Willen jullie mij niet met Donald Trump gaan? Nou, willen jullie nog vragen stellen? Laat het dan onder in de reacties weten. Je kan altijd via de site. De site is www.stationnetje.com. En daar kunnen jullie wat informatie opzoeken. Ook over de activiteiten zelf. Over alle jongeren. En nou ja, de mensen die hier werken, zeg maar. Ja. Dus, that's it. Ja. En zien jullie vast alweer weer. Willen jullie hier komen? Kom gerust langs. Ja, zeker. Ja. Doei! Doei!